Ik zie u kijken van waar heeft hij het over? Kijk. Iedereen kent het sprookje van Roodkapje en de Wolf. Mwah! Maar er staan dingen in het sprookje, die kloppen helemaal niet. Nee, zo zou ik Roodkapje ooit bijvoorbeeld... Hoe stond dat er nou? Oh, hier. Met huid en haar hebben opgegeten. Dat is helemaal niet waar. En niet alleen Roodkapje, maar ook... wat? Oh ja, grootmoeder zou ik hebben verslonden. Dat geloof je toch niet? Wie eet er nou oude taart? Maar ja, het staat hier zwart op wit. Dus dan zal het wel waar wezen, toch? Dat, zo is het toch? Dat denken jullie toch ook? Dat denk jij toch ook? Lief mals. Het is allemaal onzin. Het ligt allemaal veel genuanceerder en daarom vertel ik u vanavond het ware verhaal. Een sprookje. Ik serveer jullie aperitieve feiten die alles in een heel ander daglicht zullen plaatsen. En maakt u zich geen zorgen. Wat fantastisch. Wat een fantastisch sprookje. Nou, laten we bij het begin beginnen. Ik maakte een wandelingetje. Zit mijn dasje goed? Zit mijn jasje goed? Een wolfje gaat op stap. Zit mijn giletje goed? Mijn machetje goed? Een wolfje gaat op stap. Een wolfje heeft vandaag dat vive. En niet meer zo dat primitieve. Want wolfje is vandaag de bon vivant. De bon vivant. De bon vivant. Vive le, vive le, vive le, vive le bon vivant. Een wolfje gaat op stap. Langs het hoge gras, door het struikgewas. Een wolfje gaat op jacht. Een stap, en het zonnetje lijkt een ballonnetje. Een wolfje gaat op...